meegedaan. Dat je wel eventjes de derde prijs in de wand steekt. Geweldig gedaan, gefeliciteerd en veel succes voor de toekomst. Doe je ook mee aan gewone wedstrijden? Nog niet. Dressuur, geen springen, nee. Komt nog wel. Zo is dat. Veel succes. Ik kom even bij de derde prijswinnaar, want dat werd net even verwisseld, helaas, met dat meisje daarnaast. Die had zich niet helemaal juist opgesteld, maar het kan gebeuren. Ja, want wij willen een vrolijke dag en we maken er een vrolijke dag van. Kortom, jij bent derde geworden en dan wil ik natuurlijk graag even jouw naam weten. Hoe heet het, zeg je? Anora. Anora, wat een mooie naam. En hoe heet jouw pony? Tribble. Nou, Anora en Tribble met de pony 310 is het nummer. Jullie hebben geweldig je rust gedaan. Derde plek. En van harte gefeliciteerd. Ja, oké. Ik zie dat de prijswinnaars al weggaan, maar in de paardensport is het gebruikelijk dat we even een ereronde gaan houden. Dus dat is toch nog niet voldoende ervaring die onze deelnemers hebben met betrekking tot dit onderdeel van trouwens. Altijd met een wedstrijd is het zo, de prijzen worden bekendgemaakt, de prijzen uitgereikt en daarna is er een ereronde.